De kracht van het socialisme, dames en heren. Peter. Dag meneer Van Veldhoven. U spreekt met Steven Liebaars. Ik ben op zoek naar de achtergrond van 1 mei. Ja. Ik heb een speech van u gevonden op YouTube van vorig jaar, op 1 mei. Die begon heel eigenaardig, hè? Ja, maar ik vroeg me dan eigenlijk af, waarom daar dan eigenlijk feesten? Ja, dat is een stuk geschiedenis natuurlijk, hè. 1 mei is destijds eigenlijk begonnen als de grote strijddag voor de 8 uren. Werkdag, daar is het allemaal mee begonnen. En dat is eigenlijk hetgeen dat we ook vandaag nog een beetje in herinnering brengen. Maar vandaag gaat het natuurlijk veel ruimer dan toen. Vandaag gaat het eigenlijk om de sociale rechten van de werknemers, van de mensen. En dat is een strijd die vind ik in ieder geval toch vandaag nog altijd doorgaat. Een strijd die al meer dan een eeuw aan de gang is, daar wil ik meer over te weten komen. Van Veldhoven geeft me nog wat tips mee over wie me op het goede spoor kan zetten. Nou, de huidige partijvoorzitter, Caroline Genet, had u daar natuurlijk ook haar verhaal over kunnen vertellen. Maar ook vroegere partijvoorzitters. Louis Tobak en ook zijn voorganger, Karel van Miert. Ik denk dat zij u ook heel veel gaan kunnen vertellen. Maar ik kan toch moeilijk bij die mensen zomaar binnenwandelen. Als je mij uw e-mailadres bezorgt, dan zal ik u de gegevens overmaken. Met dit duwtje in de rug kom ik in contact met zeer gewaardeerde gesprekspartners. Louis Tobak bijvoorbeeld, diehard socialist en huidige burgemeester van Leuven. Laten we afspreken volgende dinsdag om 9 uur. Ook van Karel van Miert krijg ik een mailtje terug. Afspraak volgende week donderdag om 2:30 in de socialistische cultuurtempel De Vooruit in Gent. By the way, op het net vind ik een mooi contact van het AMSAP. Een archief dat vol zit met beelden, foto's en affiches van het socialistisch verleden. Daar vind ik een oude film terug over 1 mei in de 50er jaren. Gent is op 1 mei steeds een paradijs van bloemen, waar als een nieuwe lucht over de oude mooie steden komt. Ook het socialisme bloeit als een nieuw leven in het aloude kader van historische herinneringen. Sterk als torens en belforten zijn de socialistische ideeën thans ingeplant bij de werkende jeugd in de edele traditie van menslievendheid. Met het volk, voor het volk. Steeds vooruit te gaan. De film smaakt naar meer. Dus voor mijn afspraak met Van Miert in De Vooruit, loop ik binnen bij het AMSAP, dat praktisch tegenover De Vooruit ligt in Gent. Hier ontmoet ik Geert van Goeten. Hallo. Hij ligt de sluier over de vraag wanneer 1 mei voor het eerst werd ingeplant als dag van de arbeid. Om daar naar de roots te gaan, moeten we eigenlijk terug tot 1889, dus nu ruim meer dan 100 jaar geleden, toen er in Parijs een groot congres plaatsvond dat wereldwijd socialisten bij elkaar bracht en waar men eigenlijk afsprak om in de toekomst samen te werken. En die idee om samen te werken, ja, dat moest natuurlijk ook een zekere concrete gestalte krijgen. En dat was het de Amerikaanse afvaardiging die voorstelde om op 1 mei 1890 wereldwijd, in alle landen waar socialisten waren, een actie te voeren. En dat was een actie rond de 8-urige werkdag. Maar dan blijft natuurlijk de vraag waarom de Amerikanen nu precies 1 mei naar voren hadden geschoven als hoogdag van de arbeid. Ze hadden toch evengoed een dag in februari of augustus kunnen nemen. De reden waarom dat de Amerikanen 1 mei voorstelden was dat ze al een actie gepland hadden op 1 mei 1890. En dat was in feite een herinneringsfeest of manifestatie, zeg maar, aan de gewelddadige staking die er in Chicago geweest was in 1886, dus enkele jaren voordien. Dat was een opstand geweest, in feite een gewelddadige staking, waarbij meerdere doden zijn gevallen en waarbij achteraf gebleken is ook dat de Amerikaanse politie in een soort complot zat, waarbij ook bommen werden gesmeten, aanslagen werden gepleegd, dat men dan de schuld kon schuiven op een aantal leiders van de arbeidersbeweging in de Verenigde Staten. En die werden gearresteerd en een aantal van hen werden zelfs geëxecuteerd, opgehangen. En ook bij ons zijn die optochten toen begonnen, maar niet zonder kleerscheuren. Want volgens Tobak was het in die tijd al een strijd op zich om überhaupt te kunnen meedoen aan die strijddag. Wat bedoel ik daarmee?